Met Shake It Off scoort Taylor Swift alweer haar tweede Amerikaanse nummer 1 hit. En Shake It Off staat op het album 1989, waarvan in een week tijd bijna 1,3 miljoen exemplaren zijn verkocht. En dat is bijzonder, want de laatste keer dat dit gebeurde was met Eminem, met de Eminem Show, en dat was in 2002. En hiermee bewijst Taylor Swift ook gelijk dat ze na haar onlangs genomen beslissing om al haar muziek van Spotify af te halen, dat dat een goede was. Want zij had zoiets van, het moet toch nog wel zo zijn, zo kunnen. Dat er gewoon fans zijn die haar album kopen gewoon voor het gevoel dat je vroeger had, dat je lekker een cd in je hand had, dat je denkt van ja, ik ben blij, of een single. Dat gevoel kennen we denk ik allemaal nog. En ik moet zeggen, met die 1,3 miljoen verkochte exemplaren denk ik dat ze best wel gelijk heeft gehad. Vorige week op nummer 5 en deze week met één plaats gestegen naar nummer 4, Taylor Swift met Shake It Off. We zijn
eindelijk aangekomen bij de nummer 1 van deze week. Hij domineert al 5 weken lang de nummer 1 positie. Ik heb het natuurlijk over Mr. Props, dat zal je niet verbazen. En onlangs kwam hij in het nieuws omdat hij heel graag carrière in Amerika wil maken. En dat is niet zo gek, want zijn muziek doet het daar heel erg goed. Alleen wordt hij achtervolgd door zijn verleden. Hij heeft namelijk nog een strafblad en daardoor kan hij geen werkvisum krijgen in Amerika. Erg jammer. Gelukkig doet hij het hier heel erg goed, is hij heel erg succesvol. De nummer 1 van deze week, Mr. Props met Nothing Really Matters. Well, she's okay, and I'm alright. Well, she's awake, I'm up all night, and nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, and in my mind, I seize the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters. No, nothing really matters. She completes me, it's how she reads me right or home. It's so clear she's all that I need, all I need. Swimming through the stars when I see her, and I don't need it cause I breathe her. And I know what it feels like. And I know what it feels like. Yeah. I breathe her, breathe her. And every time I see her. En dan is het nu even tijd voor de top 5 van deze week. Nummer 5, Avicii met Robbie Williams en The Days. Nummer 4, Taylor Swift met Shake It Off. Op nummer 3, Meghan Trainor met All About That Bass. Calvin Harris en John Newman op nummer 2 met Blame. En voor de derde week op nummer 1, Mr. Props met Nothing Really Matters. En dit was hem dan alweer. We zijn aangekomen bij het einde van deze Show & Go aflevering. Volgende week zijn we natuurlijk weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Kijken dus. En dit waren ze weer, de beste clips van dit moment. Check ons ook op Facebook. Natuurlijk kun je ze ook beluisteren op de radio bij Omroep Vlaardingen. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Ik zeg, tot de volgende keer bij de Vlaardingse 25 Show & Go.